Hallo, ik ben Lia en welkom bij weer een nieuwe video of welkom op mijn kanaal. Ik heb vandaag voor jullie de What's in my bag video. Er zijn best wel vaak van zulke dingen aangevraagd, dus ik dacht, ik ben gisteren ergens heen geweest. Laat ik gewoon precies laten zien wat er in die tas zit. Ik ga niet doen van, dit doe ik altijd erin en dat doe ik altijd erin. Want eigenlijk is hij nog precies zoals die was. Het eerste is natuurlijk wel mijn telefoon. En daar neem ik nu mijn geluid mee op. Dat doe ik altijd, dus die zit er altijd in. En ik heb ook nog wel een paar vragen die jullie hebben gesteld. Die gaan we daarna beantwoorden. Wat ik bijvoorbeeld meeneem naar bepaalde gelegenheden. Maar laten we eerst beginnen met mijn tas. Ik ben gisteren naar de studio geweest om een nieuw nummer te gaan schrijven. En toen had ik dus mijn tas mee. Ik had ook mijn laptop mee, maar nu gaan we het alleen nog over mijn tas hebben. Dit is hem. Deze tas is van Cowboys Bag. En het eerste wat hierin zit is de tekst van het nummer. Dus dat halen we er even uit. Even kijken. Ik zie hier mijn portemonnee. Ik heb een portemonnee van Sekintos. En daar zitten pasjes in, of course. Betaalpas, ID-kaart, spaarkaart voor gratis koffie. 4 vrijkaartjes van voor Madame Tussaud. Een Sint-Jeanstalpas voor het ziekenhuis. Mijn sportschoolpas. Mijn zorgpas. Een majority-kaartje. Nog een Madame Tussaud vrijkaartje. Mijn zakelijke pas en mijn OV-kaart. Verder zitten nog een badge voor de RCN in om in te klokken. En 2 gemberpilletjes tegen waagziekte. Omdat ik die laatst mee wilde in mijn portemonnee en niet heb gebruikt. Top. Volgende. Vaseline. Ik neem eigenlijk altijd vaseline mee. Zelfs naar de kroeg. Want ik vind het gewoon heel fijn om zachte lippen te hebben. En sinds ik het gebruik heb ik eigenlijk nooit meer echt van die hele droge lippen. Wat ik vroeger altijd had. Zo, dat is best wel een must voor mij om mee te nemen. Ik heb bijna altijd wel zakdoekjes mee. Ik voel me soms echt zo'n mommy. Ik heb alles in mijn tas wat je eigenlijk wel nodig hebt. Een keertje. En omdat ik gisteren met de auto wegging, heb ik een heel potje gemberpillen meegenomen. En ik heb het niet eens genomen. Dit zijn trouwens gemberwortelpillen. Ik zal even goed laten zien hoe het eruit ziet. Als je wagenziekte hebt, dit zou kunnen helpen tegen je wagenziekte. Ik had dat op Sekintos tegen mijn zeeziekte ook. En dat werkt echt super. Volgende. Ik heb altijd een parfum in mijn tas zitten. Gisteren had ik toevallig Linterdie. Mee van Givenchy. En daar heb ik eigenlijk ook altijd deo mee in mijn tas. Je wilt gewoon niet gaan stinken. Dus ik heb eigenlijk vaak wel zo'n dingetjes mee. Maar kijk, ik heb nu een grote tas. Maar je hebt niet altijd natuurlijk een hele grote tas bij je. Dus ja, dan heb ik niet altijd mee. Dit is een papiertje waarop staat hoe ik mijn intervaltraining moest oefenen voor mijn conditie. Deze kan wel weg. Snelle Jelle. Die is nu Snelle Jelle Kruimels. Dit kan ook weg. Bolletje brosse eierkoeken. Nog een bolletje brosse eierkoeken. En nog een bolletje brosse eierkoeken. Het is allemaal verkruimeld. So if someone wants this. Ik heb altijd eten bij me. Kauwgom. Iedereen vraagt ook altijd. Mag ik kauwgom? Heb je kauwgom bij je? Mag ik deo? Ja, dat zit altijd in mijn tas. Haarband. Ik had gisteren een haarband in naar de studio. Omdat ik chill van mijn haar uit de weg te hebben. Mijn zonnebril. Dit is mijn zonnebril van Ray-Ban. En ik heb er ook, sinds kort, super schattig, zo'n touwtje aan zitten. En dan hangt hij zo om je nek. Dat is van Naked. Heb ik daar gekocht. Ik heb ook mijn eigen bril erin zitten. Deze, zoals jullie weten, altijd handig. Dan heb ik er een pen in zitten. En nagelvel. Nagelvel is zo handig. Ik heb zo vaak kleine dingetjes aan mijn nagel dat ik het weer eraf probeer te bijten. Nee, om eens gewoon nagelvel meenemen. Even kijken. Horloge. Ik doe heel vaak. Even kijken. Dit is mijn Daniel Wellington horloge. Ik doe heel vaak een horloge om en ik doe hem ook eigenlijk heel vaak midden in de nacht af. Omdat ik het niet altijd lekker vind zitten. Lipgloss. Dit is de lipgloss van Make-up Studio. Die heb ik nu ook op. Is een beetje goudachtig. Hand sanitizer. Oftewel hygiënische handgel. Dit is altijd handig. Dit is altijd handig voor als je bijvoorbeeld een appel eet. Dat zei ik gisteren gedaan met mijn manager. Ik zeg, ja, maar wat als je een appel eet? Dan heb je altijd van die vieze appelhanden. Trouwens, dit staat een beetje hoog, hè? Beetje beter. Maar het is gewoon altijd handig als je iets eet wat vies is, waar je handen vies door worden. Als je iets aanraakt, als je heel lang in de tram hebt gestaan met je hand aan zo'n ding. Dan is het altijd wel even fijn om je handen te kunnen wassen. Ik heb ook nog een Labello. Voor als ik mijn vaseline niet heb. Ik heb een puffje van Hyperfree. Omdat ik wel eens last heb van... Kijk, deze. Het enige wat dit eigenlijk doet is... Je blaast... Het
Dit had ik niet moeten doen. Deze ligt natuurlijk al een tijdje in mijn tas. Die gebruik ik ook niet zo heel vaak. It's nasty. Gadverdamme. Even afwassen. In ieder geval, het zorgt er gewoon voor dat de hoeveelheid volgens mij koolstofmonoxide en zuurstof. In ieder geval of zo, dat die gehaltes weer goed zijn. Het is net alsof dat je in zo'n zakje in en uitblaast. Oh, echt goor trouwens. Dan vind ik nog een paar losse paaseitjes in mijn tas. Vrolijk Pasen. Dan gaan we even naar mijn binnenvakje. Daar zit een USB-stick in voor waarschijnlijk een optreden. En een tampon. Die andere zijvakjes zijn leeg. Dan heb ik hier nog een zijvakje. Geen idee wat erin zit. Ook niks. Oké, daar zit niks in. Dat is eigenlijk alles wat ik altijd meeneem. En vaak ook mijn vlogcamera. Maar daar film ik nu natuurlijk mee. En nu ga ik een paar vragen voor jullie beantwoorden. Jullie wilden heel veel... Jullie wilden veel weten van wat neem je mee naar dit of dit of dit. Dus die ga ik eerst beantwoorden. Wat neem ik sowieso mee naar een première? Bij een première heb ik vaak een klein tasje. Zo'n tasje bijvoorbeeld. Ik neem altijd een klein tasje mee en daar passen ze niet heel veel in. Wat ik vaak mee heb is mijn portemonnee. Maar soms bijvoorbeeld alleen maar mijn pinpas, ID en OV-kaart. Dat verschilt een beetje qua hoeveel ruimte ik heb. Mijn vlogcamera neem ik altijd mee. Mijn telefoon neem ik altijd mee. Soms neem ik zelfs een oplader mee. Voor als ik daarna nog in een trein beland. En er is misschien een soort opladersysteem dingetje. Ik zit te kijken. Kauwgom neem ik ook wel eens mee. Een nagelvel, lipgloss. Vaak iets wat ik dan zeg maar op dat moment op mijn lippen heb. En dat is het wel vaak. Want ik heb vaak kleine tasjes mee bij mijn première. Dan neem je sowieso mee naar de sportschool. Naar de sportschool moet je altijd water mee. Vaak heb ik mijn sportkleding al aan, maar in de winter doe ik vaak over mijn legging nog een joggingbroek, anders is het een beetje koud. En ik zorg vaak dat ik iets heb om te eten na het sporten of voor het sporten. En verder heb je niet heel veel nodig. Misschien muziek op je oren of zo, een koptelefoon en dat is het denk ik. Wat neem ik mee voor een avondje uit? Voor een avondje uit neem ik eigenlijk praktisch hetzelfde mee als naar een première, behalve mijn vlogcamera niet. Dus ik neem mijn telefoon altijd mee, ik neem mijn portemonnee mee, maar ik zorg dat daar alles uit is behalve mijn ID-kaart en mijn pinpas. Dat doe ik eigenlijk altijd, niet alleen als ik er geen ruimte voor heb, maar ik denk altijd als het wordt gestolen, dan hoef ik niet zoveel pasjes te vervangen. Bijvoorbeeld mijn zakelijke pas en zo en mijn OV. En eigenlijk heb je ook alleen je ID en je pinpas nodig. Vaak ook een lipglossje, soms met vaseline. Heel soms kauwgom. Eigenlijk niet heel veel. Ja, en mijn sleutels natuurlijk. Altijd. Wat neem ik sowieso mee naar een optreden? Naar een optreden neem ik altijd water mee. Ik neem normaal water mee. Als ik slecht bij stem ben, neem ik water met zout mee. Ik neem een flesje water met een buisje erin om te bubbelen. En ik neem een stoomdingje mee voor mijn stem. Ik neem mijn in-ears altijd mee. Dan hoor ik mezelf zeg maar goed. Ik neem handtekeningkaartjes mee. Mijn vlogcamera neem ik altijd mee. Mijn telefoon neem ik mee. Make-up neem ik ook heel vaak mee. Soms ook andere schoenen, omdat ik er vaak op hakken loop bij optredens. Ik neem eigenlijk nog meer mee dan in deze tas alleen al zit. Dus parfum ook altijd. Ik zit even te kijken hoor. Portemonnee natuurlijk. Deo, kauwgom, hand sanitizer, zonnebril, alles. Echt, ik neem eigenlijk heel veel. Want dat is gewoon, er kan zoveel gebeuren. Ik neem wel eens ook een extra outfit mee. Of ja, ik zorg gewoon dat ik op alles voorbereid ben. En vaak doe ik ook, neem ik elastiekje mee. Maar ik heb die meestal wel om mijn arm. En dan doe ik gewoon lekker na het optreden een klont op mijn hoofd en een sweater aan. Wat neem ik sowieso mee naar een zakelijke afspraak? Vaak neem ik mijn laptop mee en eigenlijk alles wat er in mijn tas ook zat. Ja. Vaak vind ik dat wel genoeg. En wat neem ik mee met shoppen? Dit ook eigenlijk, het is precies hetzelfde. Meestal neem ik ook wel nog een extra tasje mee. Ik neem vaak ook wel wat eten mee. Kleine dingetjes, want ik heb niet altijd zin om gelijk ergens te moeten eten. Maar met shoppen probeer ik het eigenlijk in een wat kleiner tasje te doen. Dus zo'n grote tas vind ik best onhandig, want die hangt hier of hier. En als je echt wil shoppen, dan wil je allebei handen vrij hebben. Dus dan probeer ik eigenlijk misschien een klein parfumetje mee te nemen. Maar gewoon mijn portemonnee, telefoon, eventueel deo, kauwgom. Zulke dingetjes, vaseline, bril, misschien zonnebril, zoiets. En dan komen we bij de laatste vraag. Wat mag ik echt niet missen in mijn tas? Laat trouwens ook even weten wat jij niet mag missen in je tas in de comments of in de poll. Die staat hier of hier. Wat mag ik niet missen in mijn tas? Sowieso mijn telefoon, maar daarbuiten mijn portemonnee. Ja, dat is wel... Laten we het even nog buiten de logische dingen nemen. Dan vind ik het toch wel... Ik vind hand sanitizer heel fijn. En vaseline ook. En nagelvel. Ook kan ik kiezen. Oké, dan kies ik gewoon voor mijn telefoon. Let's be basic. Ja, oké, telefoon.
dat was dat is denk ik wat ik niet mag missen in mijn tas. Laat ze ook even weten wat jij niet mag missen. En ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik zie jullie bij de volgende video volgende week. Vond je het nou leuk? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En I love you guys. Doei!